Dag mensen, welkom bij een nieuwe video. Deze keer gaan wij het hebben over de Ride Control Mega Rides. En er schijnen nogal vaak wat problemen te zijn met het installeren van de textures, van de wordingen zeg maar, de kleuren op de nieuwe Mega Rides. Zoals jullie zien heb ik nu ook een Mega Ride die alleen nog maar rood en wit is. Er zit verder dus nog geen texture op. En het komt omdat, als ik hier kijk, het is gewoon een vraagteken wat wil zeggen van ik kan de textures niet vinden. Nou, om dit probleem te verhelpen zijn er meerdere mogelijkheden. Je eerste mogelijkheid is als volgt. Dit is je map waar de attractie in staat, de simulatie, en daar staat het mapje texture. In het mapje tuto, ja, daar kun je dan inzien hoe je de attractie moet besturen. Ik bedoelde dus de readme. Hierin staat in het Engels eigenlijk beschreven wat je moet doen voordat die eigenlijk werkt. Dus eigenlijk is het de bedoeling. Deze map staat nu op C. En je moet er eigenlijk voor zorgen dat die texture map wordt gekopieerd of geknipt en geplakt naar de root van je C-schijf. Dus dit is de root. Ik doe het ergens, even kijken hoor, op een leeg deel. Of dat lukt. Zo, plakken. En nu staat die hier. Als ik nu weer de simulatie aanzet, zul je zien dat de textures er nu wel op zitten. Hij is nu niet meer rood met wit. Hij heeft nu gewoon alle kleuren gekregen die hij hoort te krijgen. Vooral bij de kassa is dat heel duidelijk te zien nu. Hij staat nu flipper op. En net stond daar nog wit op. De volgende mogelijkheid die je hebt is om op je toetsenbord op de delete knop te drukken. Dan komt deze balk in beeld. En wat je daarmee moet doen is eigenlijk, als je texture map ergens anders staat dan dat ik nu heb laten zien, dan kun je hier bijvoorbeeld de naam van de map erbij zetten. Bijvoorbeeld flipper, weet ik veel waar je hem hebt staan. En dan het mapje texture zit in deze flipper map. Als ik dan op enter druk, of tenminste hier wegklik en ik druk weer op delete, dan zie je dat deze map niet meer klopt. Dus dan is gelijk het weer wit en rood. Maar als dit wel de juiste map zou zijn, dan zou dus nu alles duidelijk zichtbaar moeten zijn in plaats van daarnet. Dus als ik het nu weer terug verander naar de juiste map, zo, dan wordt die weer ingeladen en werkt alles wel weer. Dat is de andere stap. Waar je wel bij moet uitkijken is, stel jij hebt meerdere harde schijven in jouw computer zitten. De D-schijf, de E-schijf, de X-schijf, weet ik veel wat. En jouw simulatie staat bijvoorbeeld dus op de D-schijf. Hier zal altijd C staan. Dat wil dus niet zeggen dat als jij dus de simulatie op de D-schijf hebt staan, dat jij je map moet verplaatsen naar de C-schijf. Waarom niet? Omdat als het op de D-schijf staat, zoals ik hier dus ook heb, ik heb een D-schijf. Stel mijn simulatie staat hier, maar mijn texture map staat hier. Dan kan die niet met elkaar communiceren, omdat dat niet één en dezelfde schijf is. Wat je wel dan kan doen, is gewoon op de D-schijf die texture map hier naartoe zetten. Dan werkt die wel. Maar in de simulatie zal er altijd gewoon, als je op delete drukt, nog steeds een C staan. Dus naar die C moet je gewoon niet kijken. Dat is gewoon eigenlijk de standaard, ja, letter voor de schijf waar de simulatie op gedraaid wordt. Maar die zal altijd op C blijven, dus ook als die op de X staat. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Mocht je nog vragen hebben naar die video, dan hoor ik ze graag in de comments. En
Nou ja, je hebt nu gezien hoe het werkt in ieder geval. Dus veel plezier ermee. Dan ga ik ook weer even verder spelen.